Het FAR-instituut voor Higher Learning heeft zijn diploma-uitreikingsseizoen voor het jaar 2023 afgelopen weekend afgesloten. Bijkans 80 bachelors en 40 masters afgestudeerden mochten hun bul in ontvangst nemen. Het thema van de diploma-uitreiking was een strategische agenda voor hoger onderwijs op middellange termijn. FHR-rector Hans Limapo pleitte voor een geordende, gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid voor het hoger onderwijs van alle belanghebbenden. Ik ben ook van mening dat deze verantwoordelijkheid inherent is aan ieders rol binnen het onderwijsbestel en niet afhankelijk is van een keuze. Verantwoordelijkheid neem je niet, maar draag je. Ten slotte geloof ik dat verantwoordelijkheid in een goed functionerende samenleving een verplichting, behalve een verplichting om te doen, ook een verplichting omvat tot het afleggen van rekenschap. Hoger onderwijs is belangrijk voor individu en samenleving. Voordelen die hoger onderwijs aan het individu verschaft, en daar kan elk van onze graduates van getuigen, zijn een gerespecteerde intellectuele en sociale status en een hogere marktwaarde. Boris Blumberg, coördinator Master of Business Programma, gaf de groep in zijn felicitatieboodschap mee dat de uitspraak "het leven is geen picknick" bij de afgestudeerden van toepassing is. Limapo gaf de groep afgestudeerden mee dat zij die de school hebben afgemaakt door het leven getoetst zullen worden en daarvoor geen cijfers zullen krijgen, net hoe het op school aan toe gaat. Zowel de afgestudeerden die een bachelor degree, hopelijk tijdelijk, thans als het eindpunt van hun schooltijd beschouwen, en degenen die vandaag een masterdiploma ontvangen, zijn in beginsel klaargestoomd voor de rest van hun leven. Maar de manier waarop dat is gebeurd is niet in overeenstemming met hoe ze in de rest van hun leven, hoe het ze in de rest van hun leven vergaat. Op school kregen ze lessen, daarna kregen ze toetsen en voor de toetsen kregen ze een cijfer. Een voldoende betekende goed gedaan. Een heel hoog cijfer, heel goed gedaan. En ze konden blijven zitten of overgaan. Zakken nog slapen. Maar nu is de school voorbij. En verdwijnen al die maatstaven voor succes die zo'n belangrijk onderdeel van het schoolleven waren. Zijn er dan geen toetsen meer? Zeker wel. In de lijst van afgestudeerden van de masteropleidingen zat ook bevelhebber van het Nationaal Leger, Werner Kio Assen, die zijn Master of Public Administration diploma mocht ontvangen.